Goedemorgen. Even goed stampen op de mat voordat je naar boven gaat. Heerlijk. Ja, ik ben blij dat ze er weer zijn. En voor henzelf, maar ook voor onszelf vind ik het weer heerlijk om hier te zijn. En het is natuurlijk heel bijzonder in zo'n pak sneeuw om dat te doen, hè? Ja. Ja, blij natuurlijk. Voor iedereen denk ik wel weer goed dat we lekker naar school gaan. Het was wel even wennen dat we zelf les moeten geven. Hè? Ze hadden er niet altijd zin in, maar het was ook wel heel gezellig om ze veel bij ons te hebben. Dus, Kon je dat goed combineren met je werk? Nou, dat was lastig, maar we hadden gelukkig een leuk buurmeisje die af en toe ook even hielp. Dus dat was wel even lekker, want elke dag was wel een dingetje. Maar het is goed gekomen. Nou ja, voor de kinderen best wel lastig af en toe. Toch wel moeilijk om vanaf afstand onderwijs te volgen. Maar ze hebben het heel goed gedaan. De oudste die is 11 en die kon zichzelf best wel goed aan het werk houden. En de jongste is nu net 5 geworden gisteren. En die heeft het een beetje spelenderwijs ondergaan. Ook kinderen zijn weer blij om naar school te gaan. En dat terwijl het thuisonderwijs ook best wel leuk was. Goed. En wat heb je allemaal gedaan? Gewoon wat op school doen. Taal, schrijven, rekenen, van alles. En wat is nou leuker, online les of echt op school? Op school. En waarom? Nou, daar krijg je gelijk hulp van een juf. Ja, het belangrijkste is als je voor de klas staat, dan scan je voortdurend de klas. Je hebt interactie met de groep, zeg maar. En je ziet meteen of een leerling het oppakt of niet oppakt. Of iemand maakt een opmerking waar je heel goed op kunt voortborduren. En dat is heel anders op een scherm. Dan zie je wel 25 hoofdjes, zeg maar. Maar je ziet kinderen afdwalen, je ziet kinderen wel opletten. Maar het is echt letterlijk op afstand. Dus het fijne van de interactie die je tussendoor hebt, waarmee je het leereffect ook omhoog kan halen, ja, dat ben je kwijt.